De langdurige doodsangst waar Melanie in heeft verkeerd en de wijze waarop ze aan haar einde is gekomen, en ik zeg het hier toch maar, spartelend is ze aan haar eind gekomen. En ik vind dat u moet besluiten tot een hogere straf dan de rechtbank heeft opgelegd. 18 jaar en TBS wil het Openbaar Ministerie, want de verdachte heeft Melanie met voorbedachte raden gedood en dus is het moord. Hij verkrachtte het meisje volgens de advocaat-generaal, nam haar mee naar een bos bij Someren en besloot er daar te vermoorden, zodat ze hem niet kon verraden. Melanie lag enkele weken in het bos voor ze werd gevonden. De verdachte geeft toe Melanie te hebben gedood, maar volgens hem ging het per ongeluk. Hij probeerde alleen te voorkomen dat ze ging schreeuwen naar voorbijgangers. Want als we de verklaring...